Dag studenten! Deze les is gewijd aan betwistingen over studievoortgangsbeslissingen in het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat u de theoretische begrippen en procedures van toepassing op studievoortgang in het basisonderwijs kan toepassen aan de hand van de relevante bepalingen die u moet kunnen opzoeken op Edulex en dat u in staat bent de volledige procedure van een geschil over studievoortgang in het basisonderwijs te voeren. De online-tutorial is een inleiding tot de cursus die u moet instuderen en die u kan downloaden op de volgende URL. Op edilex kan u de decretale bepalingen die in de cursus worden vermeld opzoeken. Op het examen mag u het door u zelf samengesteld wetboek meebrengen. Het Decreet Basisonderwijs is het belangrijkste decreet voor het basisonderwijs. Daarin werden de bepalingen opgenomen van het decreet op de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Het is de Klasseraad die beslist om al dan niet het getuigschrift de basisonderwijs toe te kennen aan een leerling. De Klasseraad beslist volledig autonoom of een regelmatige leerling de doelen uit het leerplan voldoende heeft bereikt. Deze beslissing moet ten laatste genomen worden op 30 juni en moet ten laatste kenbaar gemaakt worden aan de ouders op 1 juli. Die dan geacht worden de beslissing in ontvangst te hebben genomen. Een klasseraad die beslist om geen getuigschrift basisonderwijs toe te kennen, moet dit schriftelijk motiveren en onder meer de aandachtspunten voor de verdere studieloopbaan vermelden. De ouders ontvangen een verklaring van het aantal en welke schooljaren werden gevolgd in het lager onderwijs. Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de beslissing tot niet toekenning van het getuigschrift basisonderwijs. Zij moeten dan eerst een overleg vragen met de directie binnen de termijn vermeld in het schoolreglement. Ofwel bevestigt de directeur of zijn afgevaardigde dat het niet toekennen terecht was, ofwel kent hij het getuigschrift toch toe, ofwel laat hij de klasseraad opnieuw samenkomen. De directeur stelt de ouders schriftelijk op de hoogte van de uiteindelijke beslissingen en vermeldt daarbij de mogelijkheid beroep aan te tekenen. Ouders die het oneens blijven met het niet toekennen van het getuigschrift aan hun kind, kunnen beroep aantekenen bij de beroepscommissie. De vorm en de termijn van de procedure is vastgelegd in het schoolreglement. Het principe van uitputting betekent dat de ouders pas beroep kunnen aantekenen na het overleg met de directie. Het beroep van de ouders wordt behandeld door de beroepscommissie. De beroepscommissie zal in de eerste plaats nagaan of het aangetekende beroep tijdig werd ingediend op de wijze zoals voorgeschreven in het schoolreglement. Is dit het geval, dan verklaart de beroepscommissie het beroep ontvankelijk en gaat vervolgens de gegrondheid ervan na. Ofwel bevestigt de beroepscommissie het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, ofwel besluit zij juist wel tot de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs. De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. Interne leden zijn leden die ook zitting hadden in de klasraad, de directeur of zijn afgevaardigden. Externe leden zijn leden die extern zijn aan het schoolbestuur en de school. Een van de externe leden treedt op als voorzitter en heeft een doorslaggevende stem indien nodig. Het schoolbestuur bepaalt de werking van de beroepscommissie, uiteraard binnen een aantal contouren die beschreven zijn door de decreetgever. De beroepscommissie beslist autonoom en het schoolbestuur moet zonder meer de beslissing van de beroepscommissie aanvaarden en schriftelijk bezorgen aan de ouders ten laatste op 15 september. Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing van de beroepscommissie, kunnen zij een verzoekschrift tot nietig verklaring indienen bij de Raad van State. Dat moet gebeuren binnen 60 dagen na kennisnamen van de beslissing van de beroepscommissie. Het principe van uitputting betekent dat de ouders alle stappen van het georganiseerd administratief beroep volledig moeten doorlopen hebben voor zij het verzoekschrift tot nietig verklaring bij de Raad van State kunnen indienen. De Raad van State oordeelt enkel of alles correct en volgens de wetgeving is verlopen. De Raad van State zal haar beslissing dus niet in de plaats stellen van de klasseraad of de beroepscommissie. Ze neemt dan ook geen eigen beslissing over de studievoortgang, maar enkel de beslissing tot het al dan niet vernietigen van de laatste beslissing over de studievoortgang. Om deze theoretische uiteenzetting te toetsen aan de praktijk. Raden wij u aan een casus van de Raad van State te analyseren.